Welkom bij Topnames. De gast vandaag is, ik denk al voor de derde keer, Gilles. Misschien ben je nog wel iets van iets extra's, maar misschien heb je wel vier keer gesproken. Ja, we hebben een historie. Ja, dat is ook een beetje wat we aan het doen zijn. Je bent van 22 Tracks. Ja, vier keer in vijf jaar, dat mag wel, toch? In vier jaar? Nee, prachtig. Moet. Ik vind het juist hartstikke leuk om te volgen. Hoe gaat het met... Ja, dus wellicht zie je er een hele mooie groei in. Ja, dat gaan we zo van je horen. Terug. Dat gaan we zo van je horen. Sure. Hey, nog eventjes even bij het begin beginnen. Want niet iedereen kent nog steeds 22 Tracks. Ja. Dus vertel nog eventjes. Wat doen jullie? De meest eenvoudige manier om het uit te leggen is dat wij een online jukebox zijn. Met 22 uiteenlopende genres. Ieder genre wordt beheerd of gecureerd, zoals wij noemen, door een curator, DJ, expert. Die jou elke week 5 nieuwe platen voorschotelt, waardoor de onderste 5 er vanaf vallen. Een totale lijst van 22. En dat doen we op stedelijk niveau. Dat doen we in Amsterdam, maar dat doen we ook in Brussel, Londen en in Parijs. En daar zitten dan respectievelijk weer experts vanuit die steden op die genres. En hey, die steden, staan die voor een land of kan er ook Rotterdam komen, Groningen, Leeuwarden? Ja, nee, dat staat eigenlijk wel voor een land. Waren het niet dat wanneer je naar Amerika gaat of zelfs al Duitsland, dat soort grote landen, dan wordt het natuurlijk een beetje lastig. Dat is wel iets waar we nog over nadenken, hoe we dat dan in de toekomst gaan aanpakken. Maar we gaan een beetje vanuit die steden werken we ook, omdat we echt het geluid van een stad willen samenvatten. Dus je ziet bijvoorbeeld in Parijs zie je hele andere genres dan in Amsterdam. Noord-Afrikaans is Maghreb en Rai is groot in Parijs. Maar ook hip-hop. En bij ons zie je dan bijvoorbeeld weer meer R&B of meer indie electronic of relax. Dat varieert. Ja. Nou. Hey, en 5 jaar, vorige week bestonden jullie, want alles gaat bij jullie met 22, hè? Dus 22 oktober was de dag waarop jullie begonnen zijn. En vorige week was 22 oktober dat jullie 5 jaar bestonden. Exact. Waar staan jullie nu? Hoe groot zijn jullie nu? Nou, we zijn flink gegroeid in die 5 jaar. We zijn nog wel steeds een kleine speler in die hele grote streamingmarkt. Als je dat vergelijkt met de Spotify's en de Deezers van deze wereld, maar ook de Soundclouds. Dan zijn wij klein, maar wij zijn wel het grootst in mensen op weg helpen tijdens een zoektocht naar nieuwe muziek. En daar zijn we ook wel in mijn beleving een van de beste in. Ja, want daarin onderscheiden jullie je natuurlijk van al die anderen. Ja. Waarbij Spotify en Deezer je in feite een algoritme krijgt die jou aanraadt wat je moet luisteren. Als je dat al krijgt. Bij jullie is alles gecureerd, hè? Ja, het is echt bloed, zweet en tranen. Daar zitten echt gasten, maar ook dames, vanzelfsprekend, laat me niet vergeten. Die zijn echt een crate diggen. Door de platenzaak heen of op al die blogs afstruinen of al die Soundcloud profielen afstruinen. En de pareltjes eruit pikken en die... vanwege die enorme drang tot delen, dat wereldkundig maken via ons platform, via 22 Tracks. Ja. Hey, je zei net al, we zijn niet zo groot als, lang niet zo groot als die spelers als de Spotify van deze wereld. Zit dat niet ook in je model ingebakken? Jawel. Je bent eigenlijk al niet schaalbaar doordat je ervoor kiest om met mensen per locatie... Ja. Het is arbeidsintensief wat wij aan het doen zijn. Ik denk wel dat we meer schaalbaar zijn dan dat sommigen denken. In die zin, als je kijkt naar de organisatie, dan is dat gewoon een technische backbone met onze servicestructuur en de streaming en die hele spullenboel. Die kunnen we eigenlijk zo oppakken, in een nieuwe stad neerzetten. En waar we dan naar op zoek zijn, is die ene spin in het web. Die in die stad altijd maar weet welke muziek er speelt, welke DJ's het meest relevant zijn. En met al het respect richting die DJ's, maar die muziekliefhebbers, die vind je in elke stad. Ja. Dat is niet zo heel erg lastig. Dus in die zin kunnen we vrij vlot doorschalen. Waar het voor een 22 Tracks in zit, wat het moeilijk maakt. Want we zijn nu na 5 jaar zijn we in 4 steden. Waar, naar mijn gevoel, ik denk dat ik dat ook wel eens eerder in een gesprek hier heb gezegd, dat we na 5 jaar al in 22 wereldsteden aanwezig moeten zijn. Nou ja, het is lastiger dan we hadden verwacht om een stad binnen te treden, een land binnen te treden en daar met net zoveel lawaai als dat we dat in Nederland hebben gedaan, ons concept de wereld. Ja, en hoe komt dat dan? Je hebt natuurlijk lokale mensen nodig die die selectie maken in al die genres. Is dat het grootste probleem? Nou ja, aan de kant van de DJ's, curatoren, gaat dat heel erg goed. Je moet je voorstellen, elke DJ heeft zijn eigen achterban. Er zitten gasten tussen met 100.000 Facebook likes, 100.000 Twitter followers. Dus wanneer die vertellen, ik heb een update gedaan, dan vindt die massa dat wel. Maar 22 Tracks is nou juist ook wel bedoeld voor
mensen daarbuiten. Wij hopen dat jij op 20 tracks belandt en dat je in een ander genre dan wat je normaliter zou gaan beluisteren, gaat beluisteren. Dus dat betekent dat je toch wel, ook al ben je een niche-speler, maar je op een grote doelgroep richt. En nou ja, daar komt of een kostbare marketingcampagne bij kijken, of direct goed contact met pers en media. En ik denk dat Engeland daar het beste voorbeeld voor ons in is geweest. Fantastisch mooi artikel in The Guardian. En nou ja, al met al best wel wat gelukt. Maar lang niet zoveel als we dat in Nederland voor elkaar hebben gekregen. En nou, dat heeft misschien met een paar dingen te maken. Engeland, eilanders in die zin. Ze kijken heel erg naar hun eigen startups. Ja. En wat logisch is. Dus het is dan heel moeilijk om daar, ook al hebben wij een gezicht in Londen zitten, die dan nou ja, eigenlijk daar 22 Tracks is. Ja, tussen de kieren door merken ze toch wel dat het een Nederlandse start-up is. En dan, ja, misschien, ik weet niet hoe dat gaat op mijn redactie, maar misschien beland je dan toch weer onderop ten opzichte van nou ja, die Londense start-up die daar op dat moment begint. Dus dat is lastiger dan we hadden verwacht. We hebben daar eigenlijk de afgelopen 2 jaar waarin we geen steden meer hebben toegevoegd, hebben we heel erg gefocust op die steden waarin we actief zijn en daar het bereik optimaliseren. En dat is heel aardig gelukt. Ja, dat is tegelijkertijd de vraag die Johan Schaap nu stelt via Twitter. Want je zegt, wij zijn klein hè, dan in die 4 steden. Wat voor definitie gebruik je daarvoor? Want dat is natuurlijk altijd gerelateerd aan je doelstellingen. Ja, nou ja, kijk, als je kijkt, dan hebben we een totaalbereik tussen de 500.000 en 700.000 visits. Dat doen we, ja, dat noemen wij dan weer luisteraars. Hè. Dat zijn dan unieke luisteraars. Dus dat is toch wel behoorlijk. Per maand, sorry. En daarvan is, nou, ik denk om en bij de helft, iets minder, is Nederlands. Nou ja, de overige zijn dan uitgespreid over die grote steden met Amerika dan nog daartussen als groot gebied wat naar 22 Tracks luistert. Maar ja, ik denk dat wij groot zijn in wat ik al zei, dat nieuwe talent plaatsen en dat nieuwe talent ook vervolgens door middel van 20 Tracks wat als springplank dan een beetje fungeert, uit te laten groeien naar die, nou ja, die grotere titels. Ik bedoel, Giel Beelen, die checkt gewoon nog met regelmaat 20 Tracks om te kijken van, goh, hè, kan ik... Ja. Het is voor hem gewoon veel makkelijker om op die manier te creëren dan... Nou ja, die andere systemen die hij wellicht voor handen heeft. En dan zie je dat artiesten die bij ons zijn geplaatst, die dan bij hem weer in de show komen. En dan is dat toch wel weer... Ja, daar zijn we dan wel groot in, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Hey, je doet dit nu 5 jaar. Ja. Wat maakt het leuk genoeg om er nog 5 aan vast te plakken? Ja, heel erg veel. Het team wat we hebben. Ik heb samen met Vincent Reinders. Vincent is overigens ooit in april 2009 met het concept begonnen. Ik ben daar toen op het spoor gekomen en zag meteen de potentie van ben ermee aan de slag gaan. Vincent Reinders, Laris Kortbeek, Jan Zuckerberg noemen we de beste man. Bizar intelligente man die eigenlijk alles heeft gebouwd wat je tot zover ziet van 22 Tracks. Maar ook de contacten met mensen in die steden. Ik reis graag, maar het is nu natuurlijk helemaal brullen. Gewoon dat wanneer ik naar Londen, Parijs of een van die andere steden ga, daar gewoon meteen die spider in the web te pakken heb. En dus elke club binnen marcheren en met de grootste artiesten staat te praten. Bijvoorbeeld dat je dan ineens in het hotel, ik weet niet, het Consortium Hotel belandt, dat je daar naast Rihanna en Drake staat. Ja, dat soort gekke, bizarre dingen op een mini-party met 10 man. Maar ook de prijzen die we hebben gewonnen, de aandacht die we krijgen, de ellenlange mails van een meisje uit Rusland die elke dag met ons opstaat in haar grauwe dorp en dan op de fiets naar ons luistert, naar dat soort dingen. Ja, dat zorgt ervoor dat je door wilt blijven gaan. Dat is fantastisch. Ja. Heb je er wel eens, jullie hebben tot nu toe niet met investeerders gewerkt? Nee. Denk je wel eens, we hadden het wel moeten doen om sneller te kunnen groeien? Nee, niet meer. Nee, 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 nee. Nou ja, kijk, weet je, we willen de gesprekken zeker wel aangaan, maar wij zijn toch wel een club rare gasten. We hebben heel duidelijk een beeld met hoe wij het willen. We hebben voorheen meerdere gesprekken gehad. We hebben een aantal term sheets op tafel gehad, dus het was wel serieus. Maar dan boterde het niet, of het voelde niet goed, of het moment was niet daar. En vervolgens zagen we eigenlijk onze omzet gewoon toenemen. En zagen we dat we gewoon rustig richting de zwarte cijfers gingen bootstrapped.
Dus ja, waarom heb je ze dan nodig? Dan heb je ze eigenlijk alleen nodig voor expertise en voor deuren opentrappen op niveau. Dat je meteen met de juiste mensen aan tafel zit. Ja, expertise hebben jullie zelf wel, lijkt mij, op dit gebied. Ja, de expertise hebben we wel. Alhoewel, internationale onderneming, schalen, dat moeten we leren. En je hebt eigenlijk de tijd niet om op je bek te gaan. Dus daar zou zo iemand absoluut wel in kunnen bijdragen. En voor wat betreft internationale contacten, ook al hebben we die binnen de muziekindustrie enorm opgedaan, is dat op telco-gebied bijvoorbeeld heel interessant om met de Verizon om tafel te kunnen zitten. Nou, als iemand voor mij op hoog niveau daar de deur open kan gooien, dan is dat ideaal. Dus dat zijn dan de... Ja, de relaties zijn, ja. Zou een reden zijn. Ja. Ja. Maar vooralsnog... Maar je bent nu 5 jaar bezig, je draait een beetje break-even, net zwart. Hangt er vanaf hoeveel je jezelf betaalt, heb ik eerst gelezen. Exact. Dat is het een beetje. Ik en Vincent merken het eerst wanneer we eventjes niet zo lekker draaien een kwartaaltje. Iedereen wordt keurig netjes betaald en wij leveren soms een beetje in. Het is gewoon nog steeds bikkelen, maar... Goed, maar je bent nu wel 5 jaar bezig. Ja. Ik denk dat je ambities aanvankelijk toch wel wat anders waren, of niet? Hoe bedoel je? Nou, ook financieel. Je wilt toch groeien en er fatsoenlijk van kunnen leven. Maar dat kan. Dat kan. Dat lukt. Ja, als je behalve dat er af en toe een kwartaaltje... Nee, maar er komen ook heel veel andere zaken. Hij is ook altijd naar Bali ook net weer geboekt. Bijvoorbeeld, ik ga nog naar New York ook om nog even wat extra vet op te gooien. We burnen dat geld wel meteen goed. Maar het zit hem ook in andere dingen. Je wordt ook geboekt als spreker en allemaal dat soort zaken. Dus er zijn meerdere... geldstromen die dan naar mij toe leiden. Dus financieel is dat niet zo'n probleem. En wat betreft waar we hadden willen staan... Nou ja, we hebben toen de tijd gezegd... in 5 jaar moeten we in 22 wereldsteden aanwezig zijn. Nou ja, dat is niet het geval. Ik denk wel, ook doordat wij dus geen investeerder aan boord hebben... wel onszelf enorm hebben kunnen ontdekken, verfijnen. En zo zien we dat we eigenlijk steeds meer andere dingen daarnaast... of met ons platform. Ja, want dat vind ik wel interessant. Hè? Want een investeerder die had na 3 jaar tegen jullie gezegd... van nou jongens, pivot, we moeten wat anders gaan doen. Dit werkt niet, blablabla. Misschien zelfs stekker eruit. Ja hoor, er zijn momenten geweest dat... Hoe werkt dat dan bij jullie zonder investeerder? Want ik neem aan dat je die discussies ook hebt. Je had die ambitie, 22 steden. Ja. Ja, maar die 4 geworden... Hoe zijn die discussies? Het einde is nog niet in zicht. We zijn nu met Kaapstad bezig en we zijn met New York bezig. Dus in 2015 komt daar sowieso een stap bij. Als jullie 10 jaar bestaan, heb je er 8. Wellicht. Maar misschien moeten we die 22, dat is ook weer die numerologie. Het is natuurlijk fantastisch om aan 22 vast te houden. Misschien was die 22 wel schromelijk overdreven. Hè? Was dat een sowieso al onhaalbare kaart. PR zijn we goed in. We weten ons verhaal goed te vertellen. Dus ik denk dat daar ook weer die 22 een verhaal in is. Kijk, we zijn nu in 4 steden actief. En nu gaan we bijvoorbeeld in 2015 gaan we een festival organiseren. Dat gaan we ergens in mei of juni gaan we dat neerzetten. We beginnen klein, 2000, 3000 man. En daar werken we eigenlijk ook weer met die curatoren die we dan hebben. Of het zij het repertoire wat zij hebben geselecteerd... om zo te programmeren. En ook op basis van de data die wij voorhanden hebben... voor wat betreft populariteit van bepaalde genres... Kunnen we daar heel mooi programmeren. Ook partners. Ik zou me kunnen voorstellen dat je dat... Dus uiteindelijk kijken jullie nu meer in de breedte? Wat er omheen nog meer te bouwen is... dan je aanvankelijk had gedacht? Ik kan me herinneren dat we toen in Cannes liepen voor de Midem. En dat we toen ineens... We gaan eigenlijk steeds meer richting uitgever... We wilden zelf compilaties gaan uitbrengen. We wilden zelfs print magazine gaan uitbrengen. Evenementen. En toen heb ik wel op een gegeven moment gezegd... we moeten ervoor hoeden dat we geen evenementenorganisatie worden. Maar nu zijn we ondertussen wel bijvoorbeeld met Grols... zijn we een tour van 12 events aan het doen. Eerst 6 door het hele land. En nu gaan we er nog 6 doen hier in Amsterdam, in Canvas waarschijnlijk. Misschien loop ik een beetje op de zaak vooruit, maar... Waarschijnlijk in Canvas. Een primeurtje. Ja. En, mag het nu bekend worden? Terwijl we allemaal Palm en Heineken drinken, gaan wij met Grols aan de slag. Kornuit moet ik zeggen, overigens. En daar zie je dat merken ons benaderen
Vanwege die hele interessante doelgroep die wij bedienen binnen die niche. En dat ja, dat is marketing. En wat maakt die doelgroep dan zo interessant? Nou ja, marketeers noemen het influencers. Ja, oké. Okay. Noem het de tech savvy. Noem het dat jongetje in de familie die altijd maar weet waar je naartoe moet. Ja. En dat is ook wel zo. Ik bedoel, als ik kijk naar welk publiek er op onze evenementen afkomt, dan zie ik dat ook. Nou ja, Cornuit heeft bijvoorbeeld als payoff blijf ontdekken. Wij zijn de Music Discovery dienst. Dus hoe logisch is die match? Waarin wij dan een concept ontwikkelen dat zowel merk, maar ook artiest bedient. Dus we maken een documentaire met de artiest. Maken ook een registratie van zijn optreden. Wat die artiest vervolgens, hij wordt geboekt. Dus daar krijgt hij ook alweer geld voor. In sommige gevallen is het zelfs voor de eerste keer dat ze betaald worden voor een boeking. Maar ze krijgen ook beeldmateriaal mee. Wat ze weer kunnen gebruiken in hun promotie richting wellicht boekers of andere partijen. En voor Cornuit is dat natuurlijk gewoon een hele mooie beleving. Er komt gewoon een hele mooie club met mensen erop af. Dat hoef ik eigenlijk niet uit te leggen hoe mooi dat voor Cornuit is. Ja. Dat werkt hoe, wel. Hoe trouw zijn jullie curatoren, jullie gebleven, die 50? Heel trouw. Ja, heel trouw. We hadden maandag al werkoverleg en ik vroeg mij maandag af hoeveel van de jongens waarmee we zijn begonnen, hebben we nog aan boord. En dat zijn in Amsterdam met 22 jongens zijn er 7 nog steeds sinds het begin erbij betrokken. Maar we zijn ook altijd aan het kijken van, goh, is een genre nog representatief? En past dat nog? Klopt dat nog? Maar we hebben ook genres als, en dan denk ik dat drum en bass een goed voorbeeld is. Drum en bass, ja, hoe groot is dat in Amsterdam? Dat is volgens mij niet zo heel groot. Maar als je kijkt, dan zit daar een kerel op, Lensman heet hij, met zo'n grote achterban en zo'n fantastische smaak. Die beweegt iedereen weer die kant op. En dan, ja, wellicht zouden wij dan ook weer een steentje kunnen bijdragen aan het herontdekken van iedereen voor drum en bass, het genre bijvoorbeeld. Dus die zijn heel loyaal en er zijn jongens die zijn er al vanaf het begin bij. Maar we kijken ook en we proberen ook. Ik heb ooit Nicky Romero gevraagd voor House. Wat, Vincent is de muziekman. Ja. Ik ben dan de commerciële hond. Ja, en die denkt ik pak een populaire DJ bij. Ja, dat ga je dan proberen. En dan heb je een man met 1,2 miljoen followers op Twitter alleen al. Dus dan weet je dat wanneer hij een tweetje eruit gooit en zegt een 0,1 conversie plaatsvindt richting 2020, dat al een flinke bubs met mensen is. Maar die gast is te groot, is eigenlijk alleen maar aan het rondreizen, heeft geen tijd, geeft dat uit handen aan een assistent of wie dan ook. En dan merk je dat de passie er niet is. Dat spreekt er niet uit. Los van het feit van wat je zou kunnen vinden over de house die hij selecteert. Maar dat is ook een goede les geweest, want daarmee weet je van, we moeten echt de middenmoot hebben. Ik bedoel, de beginnende jongens, dat is te vroeg, die hebben nog niet genoeg kennis. Maar die middenmoot, die semi-beroepshalve professioneel bezig is met muziek, of echt beroepshalve, dat zijn de gasten die wij moeten hebben. Ja. Interessante vraag van Boer de Boer. Ja. Die zegt, IBM Watson, de supercomputer van IBM, kan nu al masterchefs verrassen met recepten. Ja, maar we gaan het over algoritmes hebben. Ja. Zou dat ook niet kunnen voor 22 Tracks en de nieuwe muziek? Een soort van Discover Plus. Nee. Nou ja, wellicht wel. Maar voor een bepaald soort mens zou dat werken. Algoritmes, bij ons werkt dat niet. Het werkt niet voor mij. In die zin, ik merk wanneer tracks echt door een mens van vlees en bloed zijn geselecteerd. Ik merk dat een playlist een verhaal is in plaats van losse flarden. Het is gewoon een consistent verhaal waarin je mee wordt gesleept. En je merkt ook dat die gasten, wanneer ze tracks selecteren, dat ze misschien een bepaalde plaat heel erg goed vinden, maar die dan toch niet op de eerste positie neerzetten. Maar op de tweede, omdat een andere plaat gewoon beter als intro leidt naar het vervolg. Dus het is een soort van storytelling met muziek. Ja, dat doen we dan vervolgens ook weer met die adverteerders. Ik denk dat je altijd doen we niets anders dan het aloude radiomodel gewoon. Dat zijn gewoon experts die jou vertellen wat je moet horen. Waar ik vroeger met mijn bandje zat op te nemen.
druk ik nu met één klik de selectie van een expert beluisteren. Ja, maar wat ik dan altijd zeg tegen mensen, van ik was ooit, ik vond mezelf ooit ook expert en ik werkte bij de VPRO en ik mocht daardoor 40 uur per week met muziek bezig zijn. Ja. Ik kreeg iedere week zo'n stapel cd's en ik kreeg iedere week 75 gulden van de VPRO om platen te kopen. Maar op een gegeven moment kwam ik tot de realisatie, als ik iets anders aan het doen was, al die luisteraars van ons, zeg maar, die waren tegelijkertijd ook op zoek naar nieuwe muziek. Mm-hmm. Dus een expert, zijn selectie zal ongetwijfeld goed zijn, maar het is per definitie ook maar weer een kleine selectie uit een heel groot geheel waar hij zelf niet eens geen weet van heeft. Nee, eens. Maar het heeft ook erg de charme is een heel groot onderdeel hiervan natuurlijk. Dat het leuk is om vertrouwen te hebben in een expert en te luisteren naar wat hij selecteert. We hebben heel goed wat je bedoelt en ook met die algoritmes. Ik weet niet of dat zo... Ik bedoel, er zijn conculega's en daar zie ik dat het niet goed werkt. Eigenlijk, ook al selecteer ik een genre, maar ik spring binnen dat genre en al die losse tracks spring ik eigenlijk van genre naar genre naar genre. En merk ik dat die algoritmes gewoon niet zo heel goed werken. Als dat zo goed zou werken, die algoritmes, dan had Spotify dit hele probleem al opgelost. En dat is er niet. Ze hebben dat eerst geprobeerd nog met een timeline, om te kijken wat je vrienden luisteren. Nou ja, over het algemeen luisteren mijn vrienden bijna hetzelfde als ik. Dus ontdekken zal daar ook niet heel erg in gebeuren. Vervolgens zijn ze nu natuurlijk aan het kijken van, goh, kunnen we echt editors, dus weer mensen van vlees en bloed, channels laten draaien. Ik denk niet dat zomaar is. Dat zelfs zo'n hele grote speler toch niet vol met algoritmes aan de slag gaat. Heb je wel eens over gedacht om, zegt het eigenlijk... Het is emotie. Vlees en bloed hoort daar gewoon, is gewoon een onderdeel daarvan. Ja. Heb je ook wel eens over nagedacht om ze toch ook niet gewoon tussendoor te laten presenteren? Hoe bedoel je? De laatste mensen. Dat is een groot droom. Ik zou heel graag een B-spoor hebben. Dat je... praten we in sporen, dat is wel heel oud. Maar dat je op het A-spoor de muziek luistert. En dat wanneer je dat wilt, dat je hem aanklikt. En dat bijvoorbeeld onze reggae-man jou vertelt wie het is. Alles wat je eigenlijk ook zou kunnen lezen in die biografie, hè, van die artiest. Maar dan misschien met wat meer show of dingetjes die je niet in die bio zou kunnen lezen. Of waar hij het heeft gevonden. En misschien wat dat met hem doet. En dat is denken we niet eens zo heel moeilijk. We gaan daar binnenkort wel mee testen met dan de genres die door Vincent en Juriaan worden beheerd. Die werken bij ons, dus dan kunnen we eenvoudig een geluidsstudiootje opzetten en dus zo'n spoor opnemen. Job de Wit zou het ook makkelijk kunnen laten doen. Job de Wit zou ook kunnen, ja. Dat is oud radioman. Stap zo op zijn fiets en spreekt dat graag in, denk ik. Ik denk dat interessant is, maar de vraag is hoe interessant, of tenminste voor hoeveel mensen is dat interessant. Ja. Dus weeg het af tegen de investering die je daarvoor doet. We zijn op dit moment zoveel aan het doen, jongen. We zijn met een Sonos app bezig, Citizen M zijn we in alle hotelkamers te beluisteren, UPC Horizon, dat festival wat we nu gaan opdagen. Ja, er zijn zoveel, de 22 Friends komt eraan, dan kan je straks gaan kijken wat je vrienden beluisteren en tips uitdelen. Je kan DJ's gaan volgen en genres gaan volgen. Het klinkt allemaal fantastisch. No. Het grote koppijn dossier blijft de rechten. Ja. Nou ja, we hebben het daar alle keren over gehad, als je hier was. Ja, we hebben daar wel, ook, dat zal je ook denk ik door de jaren heen, als je terug gaat kijken bij Fast Move Track, zal je daar ook wel mijn verschuiving in aantreffen, denk ik. Waarin wij in het begin heel humble waren, hè, en echt bijna nederig. In die zin, we zijn toen de tijd begonnen met 22 Tracks, al voordat we spullen geregeld hadden. Dus pas daarna, ik denk dat het sowieso een hele goede stap is, de enige ook. Ja. En vervolgens gaan uitleggen van, kijk jongens, dit is wat we doen, zo werkt het. Tracks bij ons zijn vergankelijk, dus we hebben geen archief. We zijn op zoek naar een licentie die past binnen dat model. Nou, dat bestond natuurlijk nog niet. Maar dat zorgde er wel voor dat er een discussie ontstond en vervolgens ook... in elk geval op auteursrechtelijk niveau, een licentie die gewoon goed bij ons past. Naburig recht, dat is eigenlijk het hoofdpijndossier. Dat zijn de masters, dus de labels, de platenmaatschappijen. De majors ook, onder andere. En daar hebben we, in mijn beleving, bijna alles geprobeerd. Ik heb alleen mijn eigen lichaam nog niet verkocht. Pas collega wel. Wel dat van anderen. ik zou het eens kunnen proberen. Kijken of dat wat oplevert. Maar op een bepaald moment merkten we ook van...
Ze begrijpen het niet. Ze snappen het niet. Ze willen het niet snappen misschien ook. Misschien ook. Er zit hier gewoon een oude lul op legal. Marketing wil. De A&R manager wil. Die zien wat we aan het doen zijn. Maar die legal guy, die snapt het niet. En nou ja, ergens heeft hij gelijk. Hè. Hij moet de rechten van zijn repertoire moet hij beheren. Maar even voor wie het verhaal niet kent. Er is dus nog steeds een gedeelte van de labels die niet kunnen aanbieden. Die we niet aanbieden. Ja. En dan is ook weer direct het mooie van 22 Tracks. Dat heb je als luisteraar eigenlijk helemaal niet in de gaten. Want als het er niet op staat, dan vond de curator het blijkbaar niet goed genoeg om te plaatsen. En daarbij komt dan ook nog eens het besef. Zoeken jullie daar nog wel eens de grens in? Dat je denkt, op welke manier kun je daar omheen? Nou, stel je voor dat een artiest, ik noem even geen naam omdat we het dan weer direct over die specifieke majors hebben. Maar een artiest plaatst een free download op SoundCloud. Nou, dat vinden wij een grijs gebied. Waarin ik, als ik zakelijk erover nadenk, me bedenk van, goh, dat kan onderdeel zijn van een grootse marketingcampagne. Maar dan denken wij, ja, hij geeft hem gratis weg. Nou ja, dan plaatsen we hem. Want ja, god, dat is een grijs gebied. Ja. Ik denk dat we ons allemaal wel beseffen het repertoire is getekend. No matter what, de artiest is getekend. Maar op die manier proberen we dat nog wel. Maar we maken ons daar gewoon veel minder zorgen over. Ik moet ook zeggen dat we... Dus over die rechten, hè, voor de duidelijkheid. Wat met zeg maar een Buma Stemmer achter de organisatie. Auteurs. Spreek je ook af van, jullie betalen voor wat jullie zeg maar draaien of het aantal keren. Wat, ja, je overlegt rapporten. Ja. Maar daarmee heb je niet automatisch toestemming om het allemaal op je site te zetten. Daar heb je nog weer die toestemming van die platenmaatschappij nodig. Ja, exact. En dat zijn dan die naburigen, die masterrechten. Ja. Het is overigens wel zo dat we nu wel aan het kijken zijn van, goh, hoeveel van het repertoire wat wij plaatsen kunnen we via embeds vinden. Dus dat zou zomaar kunnen betekenen dat we in 2015 ook een deel van het repertoire in embeds aanbieden. Ja. Wel weer op zo'n manier dat uiteindelijk de luisteraar dat niet in de gaten heeft. En embeds, om dat dan ook voor de kijkers uit te leggen, die hebben het voordeel dat de rechten daar al over zijn afgedragen. Ook niet altijd het geval. Hè? Met SoundCloud is dat nog steeds een onduidelijke zaak. Maar bij YouTube is dat wel geregeld. En wanneer wij het embedden, is dat onlangs ook weer door het Europees Hof bevestigd. Deze week nog? Ja, deze week nog. Is dat geen nieuwe openbaarmaking. De rechten zijn al betaald. En ze worden steeds weer betaald. Want elke play gaat er in feite weer wat afrekening. Want dat vroeger zo was, nog niet zo lang geleden, dat ook sommige platenmaatschappijen zeg maar, die embeds niet wilden, en Buma Stemmer overigens ook, die wilden eigenlijk dat een site die diezelfde embedcode van YouTube op zijn site zet, dat ook die zou gaan betalen. Dat was eigenlijk toen zeg maar, de werkelijkheid. En nu zitten we in de fase waar veel platenmaatschappijen zeggen, nou, als je nou toch wat doet, zeg maar, doe een Spotify of doe een YouTube, want daar hebben we nu eenmaal afspraken mee. We hebben het in elk geval geregeld. Ja. Dat is een beetje... Ja. Ik sprak op een gegeven moment een paar jaar geleden iemand van Spotify en die zei, als je nu een streamingdienst zou willen beginnen in de muziekwereld, en je wil het wel regelen allemaal, dan ben je 2 jaar kwijt om het allemaal zeg maar, juridisch geregeld te hebben. Ja, ja. Oftewel, je kan het überhaupt alleen maar regelen als je veel geld hebt. Exact. Nee, dat is wat ik eraan wilde toevoegen. Los van die 2 jaar die je daarmee bezig bent, moet je echt een enorme zak met geld. Je wil niet weten wat voor oneerbare licentievoorstellen wij op tafel hebben gekregen. Nee. Ja, even een opmerking van Peet Sneekers via Twitter. Die zegt, het B-spoor is nu al een hit. Graag. Ja, dus, goede reacties. Ik denk dat ook voor de echte muziekliefhebber, die dus heel veel waarde hecht aan het oordeel van zo'n curator of zo'n DJ, dat het echt een fantastische toevoeging is. Ja. Mars Mertens, specialist op dit gebied, zegt lang leven het radiomodel, gewoon compenseren in plaats van regelen. Nou, dat zal jij ongetwijfeld zeer met hem eens zijn. Ja, nee, ik denk dat Mars en ik wel sowieso wel op één lijn zitten. Ja. En je zei, we begonnen humble. Hoe zou je nu omschrijven hoe jullie nu ergens staan? Licht agressief? Nee, helemaal niet. Nee, gewoon zelfverzekerd. Ja. Ik denk dat we gewoon echt een prachtig product hebben neergezet. Ik heb vanmiddag nog een mooi verhaal over mogen vertellen. Zero marketing budget. En een flink bereik. En in de muziekindustrie doen we er echt toe. Het is inmiddels gewoon een stamp of approval. Het is echt een kwaliteitskeurmerk geworden. Sta je op 20 tracks? Wow. En dan hebben we ook nog de top 22. Dat laat dan zien wat het meest populair is in een stad.
Dus als jij als artiest heel veel likes krijgt op jouw track, of heel veel tweets, of het is heel vaak aan My22, onze favoriete functie, toegevoegd, dan stijg je automatisch in de lijst. En je ziet artiesten ook echt heel actief daar campagne voor voeren. En je ziet tracks ook vervolgens gewoon elke 24 uur omhoog gaan. Dus even daar nog eventjes over. Je hebt al een aantal voorbeelden genoemd hoor, maar als we die nog even kunnen samenvatten. Jullie begonnen met je inkomsten heel vaak met gesponsorde advertising. En kanalen. Homepage takeovers eigenlijk. Ja, en kanalen die bij een bepaald evenement hoorden. Doen we nog steeds. Maar je bent dat in de loop der tijd gaan uitbreiden. En daar horen die activiteiten bij, zoals met Cornuit. En daar komt nu een label bij. Zie je nog andere? Ik heb ongetwijfeld nog een paar gemist. Want jij ik denk dat jij die Internet Explorer campagne interessant vindt, die wij hebben gedaan. Heb je die gezien überhaupt? Is je die opgevallen? Nee, Internet Explorer, nee, hebben we niet gezien. Ja, nou, dat is interessant. Nou, maar dat is aan de ene kant goed, misschien ook weer niet. Internet Explorer, dat is toch die aftandse browser van Microsoft? Of, Ik moet niet natuurlijk instemmend knikken. Nee, niet meer. Maar in die zin, zij hebben natuurlijk een enorm imagoprobleem hebben ze gehad. En zij hebben op een hele slimme manier ons benaderd, waarin wij met even, Microsoft, wat? Nee, willen we niet. Die gaan overal stickertjes plakken en het wordt één grote Microsoft ellende. Maar ze hadden een hele andere insteek. Zij wilden ons development financieren, ons helpen, ons platform beter te maken, technisch. En niet eens met het belang voor Internet Explorer dat het daar dan alleen op zou werken of iets dergelijks. Nee, ze hebben gezegd van zorg ervoor dat het op alle browsers zo goed mogelijk werkt. En ze hebben ons een nieuwe manier van muziekvisualisatie aangeboden door samen te werken met een extern bureau, een reclamebureau. En die hebben de disc ontwikkeld. Dat is een speciale view. Als je rechtsbovenin klikt, zie je een rond icoontje, kan je op klikken. En dan heb je eigenlijk meer de tv-experience van 22 Tracks. En zij hebben dat mogelijk gemaakt door daarin te investeren. Maar ook een testteam bijvoorbeeld beschikbaar te maken in India met weet ik niet hoeveel man die daar echt het cross-browser, cross-device, alles hebben getest. En wij zijn die gasten die dat dan iets bouwen. Wow, dat is vet. En niks testen. Online pleuren die handel. En vervolgens kom je erachter dat niet werkt. En nu gingen we eens een keer live met een totaal nieuw platform. Wat gewoon echt van begin, van A tot Z, gewoon werkte. En dat is mede mogelijk gemaakt door Microsoft. En dat vind ik een hele interessante approach van zo'n groot merk. Om uiteraard op die manier de influencers, de tech-savvies, de webdevelopers te benaderen. Zodat zij over ons product en daarbij ook Internet Explorer 11 gaan praten. Als je een touch device hebt, anders dan een iPad, dan werkt werkt onze site op IE11 wel. Echt heel vet. Ik vind wel tot zover de reclame voor. Nee, dat is ook helemaal geen reclame. Het is gewoon een hele mooie campagne. Mooie case. Ja. Maar goed, dat zijn voorbeelden hoe we nu geld verdienen. Ja, hoe je nu geld verdienen. Dus dat is een mooie route. En moet er ook nog een fase komen waarin de curators geld gaan verdienen? Nee, dat is financieel is dat sowieso een hele lastige. Als jij 22 genres hebt waar in sommige gevallen zelfs 3 tot 4 curatoren op zitten. Stel dat je die elke maand €100 zou geven. Maal 4 steden. Met die ambitie tot 22. Dan is dat heel erg moeilijk. De waarde voor de curator zit hem los van het feit dat die natuurlijk op een groot platform zijn expertise wil tonen. Zit hem ook in de contacten en het netwerk dat hij via 22 Tracks opdoet. En daarbij kunnen zij hun eigen evenementen of releases, hun eigen releases kunnen ze niet zomaar plaatsen, maar die mogen ze wel promoten door middel van banners of meegenomen worden in een nieuwsbrief of dat soort zaken. Dus ze hebben toegang tot ons bereik. Ja, dus op die manier is er een waardeuitwisseling. Oké, hartstikke goed. Ja, ik denk ook dat het verhaal zo is. Ja, super. Ja, hartstikke leuk om te horen. Goed zo. Ik ben heel benieuwd naar jullie festival. Ik ook. Nog even, wanneer is het? Mei-juni. Mei-juni. Ja, okay. We proberen de eerste te zijn. Van het seizoen bedoel je? Ja. Hopelijk dat je bij ons ontdekt. Weet je, de rest van het seizoen. Ja, super, hartstikke leuk. Okay. Hey, groot respect en blijf terugkomen zou ik willen zeggen. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. Streamzilla bedankt voor de stream. Als je live kijkt, zo direct Jury van Geest over Exponential Organizations. En als je on-demand kijkt, dan weet je dat je die uitzending ook kunt vinden. En Johan Schaap komt ook binnen. Welkom Johan. Dag, tot zo. Dag.